Dit is hem, de nieuwe quote over de uitverkoop van Nederland. Ik ga hem aanbieden aan de zelfbenoemde kapitein van de Renaissancevloot, Thierry Baudet. Dag Thierry. Hi. Hoe is het? Ja, goed. Welkom. Wat zit je hier mooi? Dit is onze tijdelijke kamer. Je ziet hier, we hebben al twee medewerkers. En een ijskastje, dus iets te drinken? Heel graag Thierry. Het blijft toch quote, hè? Dus. Cheers. Daar ligt hij. Dit is het mijn nummer over de uitverkoop van Nederland. We hebben jou gesproken over een verhaal over de lelijkheid van Nederland, over de uitverkoop van de publieke ruimte. Ja, we zijn een van de rijkste landen ter wereld, maar we slagen er niet in om onze publieke ruimte een mooie vorm te geven. De inrichting van de ruimte gaat over de inrichting van je land. Onze vijanden hebben architectuur ingezet als een project om de nieuwe mens te bewerkstelligen. Weet je nog Le Corbusier, die Franse vreselijke architect, die had een plan om de hele rechteroever van Parijs plat te gooien en daar alleen maar flatgebouwen te zetten. Ja. Want dan zou de nieuwe mens eindelijk naar voren kunnen treden. Een ander verhaal in het blad gaat over de HEMA. Wat vind je van dat wij in Nederland zo makkelijk onze kroonjuwelen in de uitverkoop doen? Dat wij zo makkelijk bedrijven verkopen? Ik vind het echt een paradox. Aan de ene kant de vrijhandel, heel belangrijk. Open land zijn. En aan de andere kant die nationale dingen toch beschermen. Waar vind je daar de middenweg in? Iedereen zal denken dat jij lid bent geweest van het koor, maar dat is niet zo, hè? Nee, nee. Waarom had je daar geen zin in? Omdat ik graag individueel het leven aan wilde gaan. Dus, en bij het koor had ik dat niet, het idee dat ik dat... Ik heb wel veel vrienden hoor die bij het koor hebben. Je hebt grote aanhang binnen het koor, hebben wij begrepen. Ja? Dan ben je wel. Je bent de populairste knor van het land, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is een titel die draag ik met eer. Hey, en Thierry, we hebben allemaal het filmpje gezien met jouw appartement in Amsterdam. Ja. Je gaat nu eindelijk verdienen. Maar ik ga niet verhuizen voorlopig. Je blijft gewoon in je lavendelhok. In mijn lavendelhok, ja. Ja. Nou, ik neem een vleugel mee hier naartoe, dus ik krijg meer ruimte in mijn eigen huisje. En dan moet je elke dag met de trein, wat je vreselijk vindt. Ik ga met de auto. En die rij je zelf? Daar hebben we een oplossing voor. Wanneer wordt gechauffeurd? Ja, dan de vrouw. Wij krijgen, en ik ook persoonlijk, krijg natuurlijk heel vaak het verwijt. Waarom staan er zo weinig vrouwen in quote? Wat is er mis? En dan zeg ik, ja, we zoeken ze, maar ze zijn er niet. Maar we hebben toch één sector gevonden waar ze het goed in doen. En dat is de rechterlijke macht en de advocatuur. In de advocatuur, daar zie je best wel vaak vrouwen. De rechterlijke macht vind ik telt niet. Dat is gewoon een ambtenarenbaan, dat is de 3 dagen in de week enzovoort. Ja. Ik weet wel dat vrouwen natuurlijk over het algemeen minder... excelleren in een heleboel beroepen en minder ook ambitie hebben. Gewoon meer interesse hebben, vaak ook in familieachtige dingen en zo. Alleen dit vinden heel veel mensen natuurlijk al seksistisch en misschien wel vreselijk om te horen. Ja, maar het is gewoon zo. Nou, het is eigenlijk normaal voor een vrouw om een beetje linksig te zijn. En dan ontmoet ze een man die gewoon rechts is en dan zegt ze, nou, die heeft ook wel gelijk. Dus... In mijn ervaring. Dus eerst krijg je wat linkse praatjes en dan zeg jij hoe het echt zit. En dan zegt ze, nou oké, ja, ook wel waar. En dat is dan heb je een soort evenwicht bereikt. Dat ga je toch niet uitzenden? Nee. Ik hoor jou nooit over groen. Interesseert het je niet? Eigenlijk hebben wij het debat gewonnen over de euro, over de EU, over de immigratie. Links is eigenlijk uitgespeeld, hè, daarin. Dat duurt nog wel voort, maar het is eigenlijk klaar. Maar wat hebben ze nou nu bedacht? Ze hebben nu het groene verhaal bedacht. CO2 kun je alleen maar aanpakken in een soort mondiaal verband. En daarom moet er tax komen op alles wat jij leuk vindt. Namelijk in oude auto's rijden, vlees eten, noem maar op. De VVD gaat er gewoon in mee. De VVD gaat namelijk in alles gewoon mee. Daarom moet je ook nooit VVD stemmen, wat je ook doet. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen groen is een kans. Wij kunnen als Nederland met ons water, ons wind, kunnen wij daar geld mee verdienen. Maar moet je daarmee ook een mondiale dwang op CO2-reductie invoeren? En moet je ook allerlei belastingen op allerlei dingen die wij doen invoeren? Dat soort vragen. Wij moeten met quotes altijd naar feestjes. Hè? Daarom heb ik ook nu een smoking aan. Moet jij niet ook elke avond doen naar feestjes? Nee. Nee. Nul. Weinig. Je wordt niet gevraagd. Ik ben gewoon aan het werk. Oh. Serieus, jongen.